Ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Net de vorige afgesloten. Even een luie ochtend deze zaterdag. En ik ga me zo aankleden, opmaken. En dan gaan we de deur uit. Het is verjaardagdag. Nou, weer make-up op, me aangekleed. Ik heb oorbelletjes van Anna en Nina samen met het kettingje die nu verstopt is. Top en rok van Envy en die nieuwe leren sandalen. Waar ik elke keer van vergeet van welk merk ze zijn. Zij was ook zo schattig. Zwarte jurkje met de Zara sandaaltjes. En ze heeft ook een scrunchie in en een mooie diadeem. En mijn bril. Ik weet niet waar je bril. En Sarah heeft ook de handtasje. Dat vind ik zo mega schattig. Ik heb trouwens mijn Ted Baker een tas erbij. En nu de deur uit. Nou, weer weg bij verjaardag 1. We hebben zo'n surprise party, daar gaan we naartoe. Marcus was snel even iets aan het pakken en dan weer een stuk rijden. We zijn weer thuis. Op de tweede verjaardag heb ik niet meer gefilmd. Dat was een beetje lastig daar. En ik heb nog wat binnen. Een grote doos. Deze van bol.com. Ik heb de laatste tijd best wel vaak hoofdpijn. En een hele stijve nek. En nou kreeg ik deze geadviseerd. En ik ga even een schaar pakken. Zo, dan kan ik die doos ook goed krijgen. Ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. En ik ben altijd best wel gehecht aan wat ik nu heb. Maar laten we het toch eens gaan proberen. Kijken. Ik heb deze. Dit is een snap-nap gel kussen. Dat is een kussen speciaal voor een goede nekondersteuning. Dus het is ook geen standaard kussen. Maar hij loopt in zo'n speciale vorm. En deze heeft een gel erop, waardoor hij ook koel moet blijven. Ik heb echt altijd een hekel aan als mijn kussen zo heet wordt. Dat vind ik verschrikkelijk slapen. Als ik in een hotel ben en ik heb zo'n kussen echt, nou geloof ik elke 5 minuten dat ik de kussen omdraai. Daar kan ik echt niet tegen en soms word ik er wakker van. Dus deze vond ik daardoor wel echt heel erg goed uitkomen. Want je hebt dus ook dit soort kussens. Die dat dus niet hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dit is hem dus. En hij loopt dus ook echt zo. Dus ja, ik vind het echt afwachten. Ik ga vanavond wel gelijk gebruiken, dus ik kan er morgen meer over vertellen. Als ik hem zo nog plastic al voel. Ik ben echt wel heel benieuwd wat dit gaat doen. En of het inderdaad dan koel blijft door die gel. Het is heel grappig als je erin knijpt. Het is een beetje zo'n squishy, wat je voor die kinderen ook hebt. Zo voelt het en het veert ook echt weer terug. Dat ik even je hand erin druk, dan kan ik even je hand afdrukken en dan veert hij weer terug. Ja, ik ben echt mega benieuwd. Echt, ik word helemaal gek. Ik denk ik ga even editen en ik ben echt gewoon weer helemaal lek gestoken. Waarom moeten muggen mij zo verschrikkelijk erg hebben? Het is echt niet normaal. Ik smeer gewoon echt, denk bijna een tube, in ieder geval zo'n klein tubetje Nestle's per week. Zo vaak word ik geprikt. Het is echt absurd, echt. Ik heb me helemaal suf.
moet ik ook echt niet doen. Dat maakt het volgens mij alleen maar erger. Moest het gewoon even delen. Zo erg irriteert het me. Hebben jullie dat ook? Worden jullie ook echt zo vaak helemaal lek geprikt? Oh, haat aan muggen. Het is lekker in een bos gaan leven of zo. En daar weet ik van wat doen. Maar kom niet in mijn huis. Het is al laat. Ik even make-up. Ik voel me eigenlijk nooit hier. Waarom weet ik eigenlijk niet. Even make-up te afhalen. Gezicht wassen. En dan lekker mijn bedje in. Ik ben echt mega benieuwd naar mijn kussen. Dat zullen jullie morgen horen. En oh. Nu even lekker mijn bedje eerst in. Bedankt voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei!